Hallo lieve maagd, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 41, 7 oktober tot en met 13 oktober. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve maagd, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En hij vloog er al meteen uit. Ja, je mag echt even een stapje terug doen. Echt even op jezelf letten, zelfzorg. Aan jezelf denken. Het voelt heen en weer gelopen, niet stil kunnen zitten. Chaos, chaos, chaos. En ik merk dat het belangrijk is om adem in en adem uit. Tegelijkertijd wordt er ook verteld, kijk ook even goed naar wat je naar binnen brengt. Zoals snoepgoed. Op het moment dat er veel chaos is, willen we het volhouden, gaan we meer snoepgoed in ons lichaam proppen. Of zoetigheid, waardoor we dus eigenlijk nog meer van slag raken. Dus let daar vooral even op. Maar je bent bezig met grote veranderingen. Je ziet het nu alleen niet. Je ziet alleen chaos en paniek en hoe moet het verder en ik weet het niet meer. Terwijl, er staat iets heel moois voor jou te wachten. Maar hou daar vertrouwen in. Laten we verder gaan kijken, lieve maagd, wat je verder deze week kan verwachten. Ja, je mag echt vertrouwen houden en positief blijven voor de toekomst. Want je ziet het nog niet, maar er staat je echt wat moois te verwachten. En je dromen gaan echt uitkomen. Alleen, geef jezelf de tijd. Het universum is dingen voor je aan het regelen, maar soms komt er wat tussen. En heb daar ook respect voor. Je bent wat gevoelig, misschien speelt je intuïtie nu wat meer op. Luister daar vooral naar. Maar het kan ook zijn dat je nu wat meer van slag raakt. Juist door de energieën die er op dit moment zijn. Laat dingen over je heen komen. Gebruik je kennis en wijsheid. En doe even een stapje terug. Laten we even verder gaan kijken, lieve maagd, naar een mooie positieve boodschap. Loslaten creëert ruimte voor mij om te ontvangen. Lieve maagd, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.